Hoi, je kijkt naar Bricklex en dit is Lego set 4735 Zwadderig. Het is een Lego Harry Potter set uit 2002, gebaseerd op de geheime kamer. En dan specifieker de scène waarin Ron en Harry wisseldrank gebruiken om in te breken in de leerlingenkamer van Zwadderig. Dat is wat we hier zien. De set komt met drie minifigs, namelijk Malphitus en Corzel en Kwast. Normaliter zou ik beginnen met kijken naar Harry Potter. Nou, die komt niet helemaal in deze set, of toch wel. We hebben hier namelijk Kwast, maar eigenlijk is dit Harry Potter die wisseldrank ingenomen heeft om te lijken op Kwast. Nou, hoe hebben ze dat opgelost? Kwast heeft een alternatieve faceprint en dat is natuurlijk Harry Potter. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk opgelost. Ook voor dit figuurtje is dat aan de hand. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Je hebt dus een volledig exclusief karakter. En als tweede gezicht Harry Potter. Nou, dit is dus Harry Potter als Kwast, zoals ik net al zei. Hij heeft een zwadderig Zwijnstein gewaad aan. Hetzelfde als wat we zien voor bijvoorbeeld een Gryffindor outfit in de Troll Ontsnapt set. Het is een klassieke Lego Harry Potter outfit. Alleen deze dus in het groen. Ja, de beentjes zijn grijs. Er is geen print op de rug. En als we kijken naar het gezicht, dan is dat een gemeen kijkend gezicht. Wat volgens mij niet per se heel erg op het karakter Kwast lijkt in de Harry Potter films. Zijn kapsel is een standaard minifigure kapsel in zwart. Het is hetzelfde kapsel als wat Malphitus heeft. Ik vind het leuk om dit karakter in Lego te zien. Omdat we zowel Corzel als Kwast nog maar één keer hierna gezien hebben. En dat was alweer in 2011. Ja, in een grotere Zwijnstein set. Ik zal even een plaatje invoegen. Dan weet je waar ik het over heb. Nou, verder heeft Kwast / Harry een cape aan. Met een sterrenprint daarop. Ook klassiek Harry Potter uit deze tijd. Ja, het is een goed minifig. En leuk dat hij dus die tweede print heeft. Hij heeft overigens ook nog zo'n oude toverstok. Als tweede minifig in de set vinden we Corzel of Ron. Het is maar hoe je het bekijkt. Ook Corzel heeft namelijk een tweede print. Maar dat is het gezicht van Ron als extra faceprint. De basis faceprint is een wat gemener gezicht. Hij heeft een beetje een blockhead kapsel. En verder is de outfit identiek aan die van Kwast. Dus ja, een Slytherin zwadderig outfit. En een capeje met daarop sterren aan de binnenkant geprint. Dan hebben we hier Malphitus. Hij heeft hetzelfde kapsel als Kwast, alleen dan in woestijnzand in het blond, om het zo te zeggen. Hij heeft een ontzettend gemeen gezicht. En ja, ik vind dit wel een goede faceprint voor Malphitus. Want het is gewoon een rotkind en die is ontzettend gemeen. En dat straalt dit helemaal uit. Ook Malphitus heeft de zwadderig outfit met een capeje. Deze helaas in een niet zo'n goede conditie zoals je kan zien. Ook deze set heb ik al sinds dat hij uitgekomen is. En ik heb er als kind heel veel mee gespeeld. Dus op zich is dat een goed teken. Maar ja, daar beschadigt het dus wel van. Dan hebben we hier de leerlingenkamer van Zwadderig. En dat is op zich een best uniek ding. Er zitten namelijk twee unieke prints in. Namelijk deze achterwand met het Zwadderig logo. En dit schild met het Zwadderig logo. Die zijn alleen in deze set verschenen. Dus ja, dat is wel bijzonder. Ja, verder is het een soort displaytje met weinig interieur. We vinden hier een tafel met een drankje erop of een potion. En een kaart met een spreuk erop. Verder vinden we twee lampen. Daar ben ik altijd van uitgegaan dat het zijn. Het zijn twee doorzichtig groene schoteltjes die hangen. Dus vandaar dat ik die conclusie altijd getrokken heb. Verder zitten er twee slangen aan de gevel. Ja, ik neem aan dat die ter decoratie zijn. Het logo van Zwadderig is een slang. En ja, die slangen die passen dus goed
bij deze leerlingenkamer. En als we dan nog wat verder naar boven kijken, zien we twee vlammen en een zwarte uil. Aan de rechterkant staat overigens nog een zwaard, ja, on display, gepresenteerd. Ik weet niet zo goed wat daar het nut van is. Ik denk dat het puur decoratief is. Verder heeft de set ook nog één, nou, soort play feature. Deze achterwand is namelijk ook een deur. En die kan dus open. Ik denk dat dit een verwijzing is nadat alle leerlingenkamers in Zwijnstein via geheime deuren en gangen te vinden zijn. En ja, er is dus geen deur, maar er is een muur die open zwaait. Dan vinden we in de set nog één heel klein tafeltje met daarop een pan en drie toverdrankjes. Dit is de wisseldrank. Dit tafeltje staat dus niet in de leerlingenkamer, maar hier horen Harry en Ron aan te staan. En eigenlijk ook nog Hermelien. En ik vind het wel jammer dat Hermelien ook in deze set weer niet voorkomt. Hermelien verandert namelijk in een kat. In plaats van in Katja Bel, geloof ik. Het meisje wat zat moeten worden om mee in de leerlingenkamer te glippen. En ja, dat mislukt. En ze krijgt dus een kattengezicht. En dat had ik heel graag in Lego vorm willen zien. En tot nu toe hebben we dat nog nooit gezien. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Aan de andere kant, dit was een set van 10 euro met daarin 3 minifigs, 2 exclusieve prints, 2 voor hele lange tijd exclusieve minifigs. Dus je mag zeker niet klagen. Maar het is jammer dat Hermelien in die katvorm nooit in Lego is verschenen. Nou, dit was mijn review van Zwadderig. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog, abonneer je en dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei!